een aangetekende brief. Voor €8,75 geeft de bezorgdienst de garantie dat ze de brief alleen bezorgen als de bewoner thuis is. Weet de klantenservice van PostNL wat een aangetekende brief is? Goedemiddag, met Melissa van PostNL. Gaat het de genoegen te spreken met de heer of mevrouw Hendrik? Nee, met Antoine. Maar ik heb een vraag. Ja? Ik wil graag een aangetekende brief versturen. Maar ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik ga u dan doorverbinden met onze afdeling briefpost en dan ga ik ze eerlijk verder met u afhandelen. Oké, nou heel fijn. Goedemiddag, ja, hallo met Antoine. Ik wil graag weten hoe dat precies werkt met een aangetekende brief. Een aangetekende brief gaat met track and trace. Ja. U kunt hem elke stap van het proces volgen. Aangetekend versturen en dan moet er getekend worden voor ontvangst. Ja. En als diegene niet thuis is, wat gebeurt er dan? Dan als er een medebewoner is, ja, dan kan de medebewoner ontvangst nemen. Een buurman of anders wordt naar een PostNL-locatie gebracht. Ja, en dat klopt dus niet helemaal. Want op de website staat dat een aangetekende brief niet aan de buurman of vrouw wordt bezorgd. Nou, dat begint al lekker helder. Dus hij wordt sowieso dan niet door de brievenbus gedaan als diegene er niet thuis is? Nee, dat mag niet. Er moet getekend worden voor een aangetekende zending. Oké. Nou. Dat is de service dat u wilt en waar u voor betaalt en dat moet ook nagekomen worden. Ja. Omdat PostNL geen duidelijke uitlegvideo heeft, maken wij hem voor u. Je brengt allereerst de brief naar een PostNL-punt. Daar krijgt de brief een label aangetekend. Daar betaal je €8,75 voor. De bezorger neemt hem mee en doet er alles, maar ook alles aan om de aangetekende brief heel huids te bezorgen. Eenmaal aangekomen belt de bezorger aan en als de bewoner thuis is, geeft hij de brief, vraagt om een handtekening. En het aangetekende sprookje is afgerond. Maar ja, hoe gaat het in de werkelijkheid? We hebben een aangetekende brief gestuurd in de buurt van Tilburg. De bezorger die belt netjes aan. Maar hey, niemand doet open. Wat gaat er nu gebeuren? Even scannen. Hij neemt de brief netjes mee. Helikoptertje. Oh, hè? Nee. Toch niet. Hup, in de brievenbus. Zonder een handtekening van de bewoner. We doen het nog een keer. Maar nu in Harderwijk. Even aangebeld. Niemand doet open. De bezorger die laat een bericht achter dat de aangetekende brief op te halen is bij het dichtstbijzijnde PostNL-punt. Zoals het hoort. Chapeau. We doen het nog een keer, maar dit keer in Amsterdam. Ik wacht de bezorger op, want volgens Track and Trace komt hij rond 1 uur, 2 uur, 4 uur, uiteindelijk 5 uur. Even naar het adres kijken. Gelukkig zit daar niks breekbaars in. Aanbellen. Hier. Niemand is thuis. Ja, wat nu? Hup, door de brievenbus. En daar betaal je dan €8,75 voor. In totaal doen we dit 20 keer verspreid door Nederland. En het gaat 16 keer fout. Ik ben in Den Haag, waar het hoofdkantoor van PostNL is. Want we hebben een afspraak met de directeur, Bob van Ierland. Hij is niet zo blij met ons onderzoek, maar wat gaat hij er tegen doen? Om de aangetekende brief juist te laten bezorgen. Hallo. Ja, de bewaker heeft ons al in de smiezen, maar de woordvoerder ook. PostNL. Oh, hallo. Hoi, Fons. Van Rader. Welkom. Ja, dankjewel. Bob van Ierland, komt van de directeur. Fantastisch. En dit is hem. We hebben 20 keer getest. Een aangetekende brief verstuurd naar een adres waarvan we zeker wisten dat er niemand thuis zou zijn. Mm-hmm. 16 keer is de brief gewoon door de brievenbus gedrukt. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik sowieso al niet goed. Hè. Dus de aangetekende post is een hele gevoelige post. Elke,
elke keer dat het niet goed gaat, hè, dan hangt daar weer een verhaal vast. Dat er 16 keer niet goed gaat, herken ik overigens niet in die mate met de zendingen, zeg maar, die we bezorgen. Maar dit geeft wel aan dat het beter moet. En ik neem van mij aan, dat heeft mijn volledige aandacht. Ja, dan heb ik zelf ook gebeld naar de klantservice van PostNL. Mm-hmm. En daar werd het zelfs verkeerd uitgelegd wat er eigenlijk precies gebeurt met de aangetekende brief. Namelijk dat een buurman ook de brief zou mogen aannemen. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is niet dus zo. Dus daar gaat het al fout. Ja, dat is goed dat u dit zegt. Goed, fijn, dank voor het signaal. Dat is voor mij neem ik dit natuurlijk meteen mee terug. Maar dan denk ik wel, iedereen blijft €8,75 betalen. Terwijl u niet de garantie kan geven dat het goed gaat. Nee, dus dat is lastig. Hè. Nogmaals, ik bedoel, met de miljoenen zendingen die we doen, gaat het in heel veel gevallen goed. Ik kan geen garantie geven dat het 100% foutloos gaat. Mm. Dat gaat niet. Maar nogmaals, ik ga er wel echt alles aan doen om ervoor te zorgen dat die service verbeterd, want dat is nodig. Ja, en als een klant er naar achter komt dat het dus niet goed is gegaan en de aangetekende brief is wel gewoon bezorgd zonder dat diegene thuis was, mag diegene dan dat geld terugkrijgen, de €8,75? Ja, als hij bezorgd, dat zou ik nou moeten, dat moet ik checken, dat weet ik niet. Als we over een half jaar nog een keer deze test doen, hoeveel procent gaat dan goed? Ja, dat durf ik me al niet. Ik kan natuurlijk geen percentages noemen. Het blijft mensenwerk. We werken in een bedrijf met zoveel mensen. Daar kan altijd iets misgaan. Wij gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze gevoelige post goed wordt bezorgd. Dat kan ik u beloven. En dan ga ik ervan uit dat het echt een heel groot stuk beter gaat. Oké, nou, over een half jaar dan sta ik weer tegenover u. Afgesproken. Deal.